Ik heb gisteren Roma gezien en als ik één ding eruit moet halen, is het wel de scherpte en het fanatisme waarmee zij spelen en een duel spelen. En die scherpte en fanatisme zullen wij zeker ook moeten hebben in de finale. Omdat ook vandaag en vorige week wel zichtbaar is, als je dat even iets minder hebt, hoe snel een tegenstander ons dan pijn kan doen. Ja Arne, we weten dat natuurlijk de focus misschien iets minder kan zijn, omdat jullie natuurlijk al derde waren. En misschien dan toch onbewust de focus wat meer al is bij Tirana. Maar hoe verklaar je dan toch met name deze week drie eerste helften die misschien toch waar iedereen van schrikt? Schrikken zelfs. Nou. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat onze beide thuiswedstrijden ook wel te verklaren zijn door de kwaliteit van de tegenstander. Als je drie keer tegen Twente speelt en drie keer win je er niet van, dan geeft dat ook iets aan. Dat Twente voor onze lastige tegenstander is. Maar ja, je kan inderdaad je niet helemaal aan de indruk onttrekken dat, ik kan ze niet verwijten dat ze niet hard werken, maar er zijn duels waar ik van gewend ben dat we daar vaak als winnaar uitkomen, die we de afgelopen week ook regelmatig niet als winnaar uitkwamen. En dat zou eventueel, en wellicht ook wel begrijpelijk, te maken kunnen hebben met het feit dat je eigenlijk al derde bent. Maar het heeft er ook mee te maken dat we natuurlijk in korte tijd ongelooflijk veel wedstrijden spelen en... Nou, vervelend genoeg. Dat was natuurlijk niet voor niks dat we gevraagd hebben of we wat meer ruimte in ons programma konden krijgen. Omdat we natuurlijk wel wat huiverig waren voor dat het eventuele gevolgen had zou kunnen hebben voor de fitheid van spelers. Nou, dat is helaas voor ons wel uitgekomen. Hoe is het met Kukçu die vandaag geblesseerd uitvalt? Nou ja, die valt uit. En dus dan is dat denk ik moeilijk om daar nu gelijk al iets over te zeggen. Maar... Ik ben altijd benieuwd wat de speler zelf zegt. En ik kreeg wel de indruk dat hij het gevoel had dat hij deze week wel weer kan gaan trainen. Maar ja, dat kan ook de adrenaline zijn. En dat kan ook zijn dat de wensvader van de gedachte is. Maar ik heb wel goede hoop dat dat gaat gebeuren. Wies Nelson die zou eigenlijk gaan beginnen. Uiteindelijk stond hij niet op het veld. Hoe is het met hem? Nou, ik denk dat voor Ries en voor Gernot geldt eigenlijk wat ik net bedoelde. Dat wij ongelooflijk veel wedstrijden in korte tijd hebben moeten spelen. En dan zeggen mensen misschien, ja, duurt toch al het hele jaar. Maar er zit wel een verschil of je 3 en 8 dagen hebt of 3 en 7 dagen hebt. Ook de kracht en de kwaliteit van de tegenstander moet je daar één keer meenemen. De reizen die je hebt. Dus voor Gernot en voor Ries gold beide dat ze niet in voldoende mate denk hersteld zijn van het programma. Wat we de afgelopen week, 1,5-2 weken hebben moeten draaien. Ja, en dan krijg je de situatie dat een speler natuurlijk zelf denkt van ja, voel ik me compleet fit. Medische staf geeft aan dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen dat het goed gaat. Ja, dan kom je als trainer kom je dan ook in een situatie dat je dan logischerwijs denk ik zegt van nou, dan kunnen we daar onmogelijk risico mee nemen. Gezien het feit dat we over 1,5 week moeten spelen. Maar ik vind dat wel heel jammer. Want ik heb gisteren Roma gezien en als ik één ding eruit moet halen is het wel de scherpte en het fanatisme waarmee zij spelen en een duel spelen. En die scherpte en fanatisme zullen wij zeker ook moeten hebben in de finale. Omdat ook vandaag en vorige week wel zichtbaar is, als je dat even iets minder hebt, hoe snel een tegenstander ons dan pijn kan doen. Hoe krijg je dat weer terug de komende dagen? Nou, door uiteraard door te trainen. Want dat is, daar geloof ik in, hè, dat dat de manier is om... Maar ik denk ook wel dat dat iets is waar we mee begonnen. Dat de focus ongetwijfeld, als je in de competitie derde bent gewonnen, en je weet dat er een finale aankomt en je weet dat eigenlijk deze twee wedstrijden dus niet meer heel veel invloed hebben. In ieder geval niet op het eindresultaat van de competitie. Dan is het denk ik vrij logisch dat als een speler ja, met die wedstrijden iets anders omgaat. En als je dan nu het seizoen hebt afgesloten en nu nog maar één ding hebt op te richten. Ja, dat zorgt er denk ik alleen al voor dat die scherpte ook als ik niks doe erg wel zal zijn. Ja, en heel de week ook, maar vaak toont je elftal veerkracht. Ook vandaag ja, leek het erop misschien dat het toch nog goed zou komen. Hoe moeilijk waren wel de omstandigheden met het warme weer? Heb je daar spelers over horen klagen? Nee, ik heb ze er niet over horen klagen. Maar dat het warm was, dat zullen jullie denk ik ook gemerkt hebben. Want jullie zitten, wat dat al gaat, aan de verkeerde kant van het stadion. Dan zitten wij als staf iets beter. Maar dat het warm was, was helder. Maar daar hebben twee ploegen last van. Hè? Dus wat dat al gaat, kan je dat ook nooit als een excuus aandragen. Maar we hebben inderdaad de tweede helft weer veerkracht getoond. Met vanaf de zijkant weer allerlei kunstgrepen uitgehaald. Zo aanvallend mogelijk nog weer te gaan spelen. En ik heb niet het gevoel dat we hele grote... Ja, misschien Cyril nog één keer, hè, alleen op de keeper af. Maar Twente bleef redelijk goed overeind, dacht ik.